Luisteraars, zo bevinden wij ons dan vanmiddag weer in de kantine van de bekende koekfabriek in Zaandam. Wij mogen hier geen namen noemen, maar nooit namen noemen natuurlijk. Hè. Zo zijn we dan in de kantine van de bekende gloeilampenfabriek in Eindhoven. En wij maar denken, wij kunnen dat nou wezen, jongens. Zo, hè, natuurlijk vanmiddag. Ik heb nou vanmiddag niet naar de radio geluisterd, maar vanmiddag... Oh, mijn kop eraf. Nou ja, mijn kop eraf. Nee, dat toch maar niet. Maar... Natuurlijk hebben ze vanmiddag ergens weer iets uitgezonden van luisteraars. Zo zijn we dan hier vanmiddag de gast in de kantine van het gemeentehuis in Amsterdam. Waar de scheidende burgemeester afscheid neemt van zijn gemeente. Burgemeester Dailly is zojuist bezig met zijn biezen te pakken. Hij heeft zojuist zijn laatste bies gepakt. En Nederlands populairste troubadour, zou ik wel mogen zeggen, zingt hem toe met een smartlied. Dat getiteld is Adi Dailly Adi. Adi, Adi, jij gaat ons verlaten, ik weet dat het moet. Ook kaasjager liet ons alleen, maar jullie vertrek maakt grote mokum kapot. Het wordt hier zo stil om ons heen. Gij hebt in persoon bij de remise gestaan om uw stakende stad te overrijden. Maar nou gij zelf de remise in zult gaan, breek ons mokum zijn hart haast in tweeën. Adidandai, gij hebt ons zo heel gebracht. Uw werk was een brok harmonie. En daarom zingt Mokum in de oudejaarsnacht met een traan. Nou, Adi dan, Dailly. Viseren met gevoel en een traan in de stem. Jij hebt in persoon bij de remise gestaan. Om jouw stakende stad overrijden. Maar nou jezelf de remise in zal gaan. Dan breekt het Mokumzaar tweeën. Adidandai, je hebt ons zo heel gebracht. Jouw werken was in brok harmonie. En daarom zingt Mokum in de oudejaarsnacht met een traan. Nou, Adidandai.